Alweer eventjes geleden werd er in een tweet reeks aan mij verzocht om uh, naar deze video te kijken. Genaamd Worden Zij Rijk van Jouw Gifts? De waarheid over TikTok Battles. Als ik het goed heb begrepen, heeft dit uh, te maken met de overkoepelende uh, donatiediscussie. Een tijd geleden uh, werd ik door middel van Puck uh, gesleurd uh, naar casa toe. Om het in zekere zin op te nemen voor de streamers. En het, uh, de donatie kwestie die daar plaatsvindt. Van te jonge kinderen die doneren aan mensen. blablabla bla bla. Anders uh, druk even op het i'tje om die nog een keer terug te kijken. Juist een leeuw, roos of treingift? Wij doken in de wereld van TikTok battles. Want die zijn de laatste tijd steeds populairder. Maar er is ook een hoop kritiek, volgens velen, het grootste probleem: jongeren onder de 18 die gift sturen. Het is eigenlijk verboden om dan de GIFs te sturen, maar het lukt vrij makkelijk. Nou, eigenlijk met die beschrijving kan ik al heel duidelijk maken: is dat het probleem van TikTok? Is dat het probleem van de creator? Wiens probleem is dat nou? Ja, ik weet het wel. Ik, ik, ik heb er wel een antwoord op, maar ja, of dat het antwoord is wat we willen. TikTok. De plek voor grappige filmpjes of om mee te doen aan challenges. En ze is een tijdje ook de plek voor TikTok live battles. Kom op jongens, knallen. 500 diamant. Kom op, tik, tik. Even voor legale dingetje. Of even de overkoepelende term, dit komt allemaal natuurlijk vanuit mij. Dit is hoe ik ernaar kijk. En natuurlijk met een vleugeltje, sprankeltje, comedy eroverheen. Maar dit is wel echt de bodem van entertainment. Dit staat: ik kijk zelfs nog liever naar Temptation Island dan dat ik hiernaar kijk. En dat zegt wat. Twee TikTok-accounts nemen het in die battles tegen elkaar op. Wie in vijf minuten tijd de meeste likes en zogenaamde gifts van kijkers scoort, wint. Ja. En die winst zie je als creator terug op je bankrekening. Want voor die cadeautjes betaal jij. Kan 1 cent zijn, maar ook tot wel 250 euro. Dat je zeg maar onderdrippen. Dat is uh, flink veel geld. Nou heb ik die tiktok battles zelf wel eens voorbij zien komen op mijn uh, pa, uh, For You-page. En dan zit ik even, wat is dit nou weer van nonsens? En dan swipe ik verder. Maar uh, het, het concept ervan is aan de ene kant boeiend, maar aan de andere kant ook weer heel vreemd. Je herkent het misschien wel. Je zit s'avonds op je telefoon, een beetje doelloos door TikTok te scrollen. Het viel ons op dat de afgelopen weken bijna iedere avond Nederlandse TikTokkers soms wel zes uur lang tegen elkaar battelen. Ze strijden om een plek in de wekelijkse ranglijst. Dat is een lijst met 99 TikTokkers die die week de meeste punten hebben gehaald met likes en gifts. In... Is dat iets om na te streven? Nou, blijkbaar dus wel. Uh, Oké, okay, er is een ranglijst en dat motiveert mensen dus om dat na te jagen. Om dus eigenlijk zoveel mogelijk uren te maken. Om dus zoveel mogelijk te verzamelen. Zij het likes, zij het gifts. Uh, om, maar mensen zo eigenlijk zo, om mensen zo lang mogelijk op TikTok te houden. Dat, dat is eigenlijk wat ze ermee proberen: het platform. Maar het meest hilarische, dat moet nog komen. Ik, ik heb de, namelijk deze video tot een bepaald punt gekeken. Toen lachte ik de ballen uit mijn broek en klikte ik hem weg. Want ik zat van dit kan niet waar zijn. Uh, en toen zei ik van ah, weet je, misschien is het toch een video over te maken. In TikTok kun je met geld munten kopen. En die munten die kun je inzetten voor cadeaus. En cadeaus hebben verschillende waarden. Zoals bijvoorbeeld deze roos. Die is één coin waard. Ja, of deze boxhandschoen. Die is bijna 300 oh. waard. Ja. Of een raket. 20.000 coins waard. Oh, ze hadden geen raket op de set? Wel een roos, wel een handschoen, maar geen raket. Uh. <laughs> journalisme. <laughs> ja, en met al die dingen kun je je livestreamers supporten. En jullie zeiden tegen ons dat jullie vooral... Deze twee TikTokkers volgen. Kom op, jongens, met z'n allen. Lekker, ja, 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 ja. jongens. Even een paar kaarsjes neerzetten. Hè? Want de sfeer moet goed zijn. Voor je verticale beeld. Waar eigenlijk de achtergrond nauwelijks te zien is. En verdienen jullie daar dan geld mee? Ja. En kunnen jullie daarvan leven? Kan je daarvan leven? Dat is een hele goede vraag. Even een cliffhanger. Dat is een hele goede vraag. Als in. Wel of niet? Ja, ze hebben net even een introductie gehouden. Van uh, nou, hoe, hoe zijn zij tot het punt gekomen van TikTok-battles? Niet een heel boeiend verhaal. Dus, uh, een beetje uit verveling is het ontstaan. Maar het geldaspect wordt altijd heel erg benadrukt. Want we moeten eerst even de regels doornemen. Giften mag namelijk helemaal niet zomaar. Als jij voor iemand een roosje, een leeuw of een universe wil kopen, moet je minstens 18 jaar zijn. Ja. Tadaa! Het item had 3 minuten 14 kunnen zijn. Maar hij is 14 minuten. Maar die regel, daar houdt lang niet iedereen zich aan. Oh, en wiens probleem is dat? Oh, het is maar net alsof je gewoon een regelboek opstelt. En mensen die het, overtreden het regelboek. gaan vervolgens de gevangenis in. Oh, het is gewoon. Het is gewoon. Uh, wij kwamen erachter dat er honderden minderjarige jongeren zijn die toch giften. Ik had dus eerst mijn account gefraudeerd. Dus dat ik dus zeg maar. Uh... Nou, hij zegt het al, hij heeft gefraudeerd. Hij is 14, maar dan had hij hoogstwaarschijnlijk een account aangemaakt. met een geboortedatum waardoor hij 18 zou zijn. er dat hij dat zou zeggen? 18 plus ben. Hé hey, man, hou toch op. Het gaat allemaal uiteindelijk van mijn vaders bankrekening af. Uh, ik, 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 ik... Het gaat allemaal uit van mijn vaders bankrekening af. Hé hey man, jouw vader is niet goed in zijn hoofd. Sorry dat ik het zeg. Maar als op een of andere manier je kind onbeperkt toegang heeft tot jouw bankrekening, dan neem ik het jou heel erg als ouder heel erg verantwoordelijk. Je bent toch niet goed in je hoofd? Wie weet wat ze dan doen? Wat voor shit je allemaal had kunnen voorkomen door gewoon je kind geen onbeperkt toegang te geven tot je bankrekening. Um, kom op man, je moet beter weten tegenwoordig. Ik denk wel dat ik er wel 20 euro of zo wel aan heb uitgegeven. Ja. Nou, 20 euro vind ik op zich nog wel meevallen. Maar ondanks alles is het wel tegen de regels omdat je minderjarig bent. Het is dus gewoon een kwestie van je geboortedatum wijzigen. en giften maar. En ja, bij de meeste jongeren is het ook best wel onschuldig. Ze geven maximaal een tientje uit aan giften. Maar sommige jongeren geven meer dan 500 euro uit. Hé, hey, dit is gewoon exact het punt wat ik eigenlijk de vorige keer maakte. Waar, waar ligt het probleem nou? Dat het te makkelijk is. om te liegen over je leeftijd. Het leeftijdsverificatiesysteem is bullshit. Mijn oorspronkelijke donatiediscussie was. 10 maart? Hé hey joh, we zijn gewoon vrijwel drie jaar verder. Wat is er in die drie jaar veranderd met het leeftijdverificatiesysteem? Niks. Er is niks veranderd. Het is nog steeds exact hetzelfde. Dus liegen erover, gewoon zeggen dat je 18 bent, is heel makkelijk gedaan. Te makkelijk. En dan ga je tegen zulke problemen aan stuiten. Omdat de, het probleem ligt bij de consument. Die iets wilt. Wat eigenlijk niet mag. En daardoor tegen de regels ingaat. Ja, het kan behoorlijk uit de hand lopen. Zo spraken we met de ouders van een meisje van elf. Dat in één avond met de rekening van haar ouders 3000 euro uitgaf. Lekker voor je. Loser dat je er bent. Je kind van elf even lekker om. Oh, lekker toch op. Kom op man. Kom op. Ja, nee. Oh, ik kan me er zo over zitten op Jutte. Boeit me niet dat het kind 11 is. Je, dan heb je gewoon gefaald als ouder. De waarde van geld nou, gaat gewoon. En waar, waar bewaar je je bankrekening? Je pinpas? Wat de fuck? Hoe, hoe hebben ze toegang tot 3000 euro? Onze dochter was zich bewust van de grote giften. Maar had geen idee dat het om echt geld ging. Ze wordt erg veel gepest op school. En kan moeilijke aansluiting vinden. Tijdens die battle werd door bekende mensen telkens haar naam genoemd. Dat gaf een gevoel van. Ik hoor weer ergens bij. Ja, maar ik heb er wel 3000 euro voor gedokt. Dat ze gepest wordt, dat is natuurlijk niet cool. Weet je, dat ze, ze ergens bij wil horen. Kijk, dat, dat snap ik allemaal wel. Maar hoe. Ja, ik. ik... Ik snap, um, ik snap niet hoe je niet beseft dat het niet om echt geld gaat. Je ziet een bankrekeningnummer. Van, ah, ja, uh, kinderen. Uh. Hoe, nee, ouders. Kind, hoe uh, hoe komen ze aan dat geld? Hoe, uh, hoe komen ze erbij? Heftig dus. Maar ja, wat ik me dan meteen afvraag is: waarom zou je eigenlijk giften? Het is niet alsof je er iets voor terugkrijgt in de vorm van een prijs of zo. Dus ja, waarom zou je er geld aan uitgeven? Het is eigenlijk meer uh, dat je zeg maar, onder druk wordt gezet door die livestreamers. Haar de muziek aanzetten en dan uh, heel druk worden. Of ze, ze gaan er in één keer over schreeuwen, heel wild doen. Oh, en dat, dat vind je dan mooi. Want Dat vind je dus blijkbaar donatiewaardig entertainment. Want hij laat het echt zo blijken van oh, harde geluiden en lichten en schreeuwen en zo. Ah, dat, kut. Zo verwoord hij het alsof het echt heel naar is. Maar uiteindelijk, waar gaat dit nou uiteindelijk om? Dat er van die kutkooters geld naartoe zitten te smijten, die het helemaal geweldig vinden. Gewoon lekker schreeuwen joh. En dan, nou ja, dan ervaar je heel veel druk van, oh, zou, ik ook maar, zou ik ook maar misschien iets doneren? En toen zei die ook zo van, uh, als je een gift boven de 100 puntjes stuurt, ga ik uh, je promoten. Dus ik deed dat, maar... Goh, wat zal er zijn gebeurd? Doe een gok! ...dat de, hij heeft me nooit uh, gepromoot. Oh, hoe kan dat nou? Leugens op het internet, hè? Het is net alsof ik gewoon... ...eigenlijk het systeem beduvel met mijn leeftijd. En dan word ik ineens beduveld door een persoon. Nah. It all just went full circle. En dan denk je gelijk... ...goh, ik krijg zometeen echt duizenden miljoenen volgers erbij. Maar dan is het uiteindelijk misschien maar één volger of zo. Achteraf denk je van... ...ja, wat heb ik hier eigenlijk... Ja, wat heb ik met mijn geld gedaan? Um... Het giften. Is... Je hebt het gedoneerd voor entertainment. Want de term 'giften' is echt heel specifiek uitgekozen. Giften is gewoon vertaald is dat schenken. Je schenkt het aan iemand. En als je iets schenkt, zelfs als de term doneren, moet je er eigenlijk niks voor terug verwachten. Dat is het hele concept aan doneren. Je geeft het weg en nou, ja, weet ik veel wat ermee gebeurt. Dat is het hele idee ervan. We moeten ook even over geld hebben. Want heel veel van onze volgers vroegen zich af: nou, kun je daar nou eigenlijk van leven? Hoeveel verdienen jullie precies? Over verdiensten. Uh, ik denk niet dat, het, uh, dat, dat ik dat ga zeg maar, ah, vrijgeven van ik verdien zoveel, ik verdien zoveel. Maar kun je er bijvoorbeeld de huur van betalen? Maar ik er niet. Ik niet jij. Nee. nee. Okay. Als je op één staat met bijvoorbeeld uh, duizend punten of je staat met een miljoen punten, dat is natuurlijk gewoon een groot verschil. Maar het is uh, inderdaad niet dat. Uh, Laten we dat je huur kan van betalen op een structurele factor. Wat er op mijn rekening staat, ik zou het eerlijk gezegd nog steeds echt niet weten. Ik kan die vraag honderd keer krij krijgen, ja. ik kan die vraag duizend keer krijgen, ja. we krijgen hem echt honderd keer per avond in de chat. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik, vind, eh, gewoon ik, ik, ik weet maar god niet wat er op mijn rekening staat, ik kan die vraag honderd keer krijgen. <laughs> Dat is stupid, stupid. Ze wilden of konden ons dus niet vertellen hoeveel ze verdienen aan die battles. Nee, omdat ze misschien daar ook gewoon contractueel vast aan zitten. Geheimhoudingsplicht. ...zit er hoogstwaarschijnlijk aan vast. Wat we wel van iedereen hoorden die we spraken... ...TikTok houdt zeker 70% van alle inkomsten. En dit is het punt waar ik de ballen uit mijn broek lachte. Kom op, 70%? Really? Really? Dus stel jij zou 100 euro krijgen... ...dat is makkelijk te rekenen... Dan ...moet je 70 euro moet je even aan papa TikTok betalen. Dan hou je maar 30 euro over. Wat doe je het dan nog voor? Kom op. Kom op. Van alle livestream platformen. waarvan ik met percentages. op de hoogte ben. is TikTok daadwerkelijk. de meest klootzakkerige van allemaal. Uh, YouTube pakt standaard. eigenlijk 45% of 50. 45 tot 50. Twitch pakt bij een standaard. contract 50%. Facebook percentages. weet ik niet. Maar dat zal ongetwijfeld ook in die, in die, in die trend liggen. En dan 70%? Kom op, TikTok, gedraag je even. Ik snap het wel, omdat advertenties heel moeilijk op TikTok werken. Omdat je mensen niet lang op een, een, een punt kunnen houden. Of uh, vast kunnen houden. Want die advertenties zijn net zo snel weggeswiped als gewoon de rest van de troep op je For You-page. Dus dat maakt het een lastig adverteerplatform. Dus ze moeten die verdiensten ergens anders vandaan halen. En dat is dus waar die 70% een beetje vandaan komt. Maar ja, wat je dan als creator uiteindelijk overhoudt, dat hebben we toch proberen uit te rekenen met de informatie die we online konden vinden. En daarmee kwam ik op de volgende berekening. Dat zal er hoogstwaarschijnlijk na zitten, maar vooruit. Want ik zag dat jullie nu staan jullie op 662k. Of tenminste net voordat ik hier binnen kwam lopen. Ja. ja. En als je dat dan om zou rekenen volgens de berekening die ik heb gezien, dan zou je daar zo'n 8000 dollar of zo over, 8000 euro over. 8000? Nee. Was dat maar In de zo. duizenden. Nee. nee, was dat maar Sorry. zo. Sorry. Nee. Nee, <laughs> dat staat niet op mijn rekening. En dat is dus wat heel Nederland denkt. En daar gaat iedereen dus de mist in. Wat daar, uh, bij er bij ons binnenkomt. Er komt veel in, maar er gaat echt mega veel uit. Overdag, s'nachts. Hoe bedoel je? Er komt veel in, maar er gaat veel uit. Is dat die 70% waar ze het over hebben? Vooral door het tijdverschil van het buitenland. Uh, daar giften wij zoveel. We doen ook iedere zondag om 11 uur s'avonds een giveaway. Een Disney, Disney, ja. Hebben we nu weggegeven? Een iPad, een elektrische step. Ik uh, zou bijna eerder zeggen, er gaat meer, da meer uit, uit dan, dan, dan dat er inkomt. In en het... niet te vergeten, dat TikTok 70% in. Dus ja. die zijn de grootste winnaars in heel dit verhaal. Ja. Ja. We, we, de, het kost je dus geld. Waar, waar ben je dan helemaal mee bezig? Uh, Oké, okay. mocht het onder de trend vallen hobby, prima. Ik hoop dat je er veel plezier uit haalt. Maar dit is toch heel frappant dan? Zoals ze het verwoorden, lijkt het echt alsof ze er meer geld op verliezen dan dat ze erop uithalen. Dan zit ik ook een beetje van. We, we, Kijk, een hobby mag best geld kosten, maar. Ja, ik vind het gewoon vreemd. Vreemd, het klopt niet. We hebben het tot nu toe vooral gehad over de grote winnaars van het hele Battle-verhaal. Want ja, het is leuk om te giften. En het is natuurlijk vooral leuk om ze te ontvangen. Maar ja, aan de andere kant zorgt dit. Let's go, dames en heren. Blijven tikken, blijven tikken. we zijn er nog niet, dames en heren? Kijk, Voor een. Lekker schreeuwen naar je telefoon toe. Ja, zo doen eigenlijk op, op YouTube-schreeuwen zou ik. Hier op YouTube is niemand beter. Nee, eigenlijk is iedereen exact hetzelfde. Stil Neandertalers die andermans geld willen. Een van die kritische TikTokkers is Remy. Hij battelde eerst zelf ook, maar is daarmee gestopt toen hij erachter kwam dat hij gifts kreeg van minderjarigen. Omdat ik dacht: ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben letterlijk naar een camera aan het schreeuwen voor geld. Dat, nou, dat is een hele mooie verwoording. Ja. ja, ook eigenlijk wel een hele trieste realisatie is dat. Dat je, dat je echt van. We, al mijn levenskeuzes hebben mij tot dit punt geleid. Dat ik naar een rechthoekig scherm zit te bleren. <laughs> <laughs> oh, ik ben geen steek beter. Oh, wat erg. Dat, dat is letterlijk wat ik deed. Van uh, gooi die bommen. En denk je, maar dan ben ik toch eigenlijk geld aan het schooien. Zoals een 14-jarig jongetje in, om half uur s'nachts 230 euro aan mij heeft uitgegeven. En dan dacht ik, shit, hier moet ik mee stoppen. Ze zijn nog jong, ze weten misschien niet. Uh, wat het inhoudt, wat de waarde van geld is. Ik denk dat de grootste verantwoordelijkheid bij TikTok ligt. Maar ook bij de gebruiker die het doet. De gebruiker die het doet? Maar bedoelt hij dan de, 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 de kijker of de creator? Zij zijn wel de mensen die het zeg maar pushen om. Oké, okay, hij bedoelt de creator. Um, hmm, Oké, okay, ik geef hem wel een punt. Okay, puur vanwege het ding is. Uh, battles draaien erom. Het is de bedoeling van een battle om likes en gifts te verzamelen. Dus de gifts, de donaties, maken deel uit van de content. Ik heb zelf de grootste hekel aan donaties of gifts die onderdeel maken vanuit de content. Of van de content. Ik ben van mening dat de donaties en gifts los moeten staan van de content. Dat is niet van invloed op. Als in de content had gewoon kunnen bestaan. zonder dat er donaties überhaupt waren. Dat is hoe ik het graag zou willen zien. Maar bij Battles is het geïntegreerd. Dus uh, je, je doet het beter. Je, eigenlijk kan je zelf weinig doen. om hoger op de lijst te komen. Je moet eigenlijk gewoon uh, vanuitgaan van de gulheid van de kijker. En dat is toch eigenlijk iets heel stoms. Eigenlijk is de kijker een grotere beïnvloeder van jouw content dan dat je dat eigenlijk zelf bent. En dat is vreemd. Want dan wordt het eigenlijk inderdaad gewoon een wedstrijdje van wie kan het meest effectief bedelen. Dus in dit concept vind ik het vreemd. Ik zou willen dat het niet meer bestond. ineens ingestroomd door een paar haters eigenlijk. Um, die zeiden: Jullie ontvangen gifts van kinderen. Eigenlijk waren we er zelf helemaal niet mee bezig. Totdat ons, uh, bij ons het lampje ging branden: Oeh, hier moeten we echt aandacht aan geven, want dit kan niet. Aangezien er dus ook mensen uit de ranglijst het echt accepteren dat het van kinderen is. Want wat doen jullie er dan? Je kunt er niks aan doen. Dat systeem is gewoon verouderd. Aan om ervoor te zorgen dat jullie geen geld krijgen van kinderen. Want die zitten er natuurlijk wel. Ja, wij doen onder, onder minuut in de chat zeggen dat het echt niet mag. 18 plus wees bewust onder de 18 niet giften, anders blokkeren wij je. Dat laten wij doen door minderjarige kinderen, zodat hun daar ook bij horen. Waarom? Omdat wij gewoon echt niet willen dat kinderen ons geld geven, want dat, dat willen wij gewoon niet. Let er altijd op, al vanaf het begin, dat uh, giften onder de 18 natuurlijk gewoon uh, not done is. Goed blijven controleren. Zijn het kinderen? Modeweden zijn er bewust van. Zie ik het zelf ook. Um, dan gaan we meteen actie ondernemen. Maar ik zeg dan wel. Ik heb nog nooit. één DM. van een ouder. of van het kind gehad. Van. Yo. Ik heb je een gift gestuurd. En uh, het was per ongeluk. Of mag ik het geld terug? Zou je dat doen? Als het zou. Natuurlijk, vragen. meteen. meteen. Oké. Okay. Ja, dat is ook eigenlijk het enige wat je als creator. kunt doen. Omdat het gewoon een foutief systeem is. Het is een. Systeem wat te makkelijk te misbruiken valt. En om dat systeem be nou, beter te maken, om die scherper te kunnen handhaven, dan moet je meer privacy opgeven. En dat gaat niet. Dus dit probleem zal nou, eigenlijk voor altijd blijven bestaan. Als dit systeem niet verandert, hebben we dit probleem over 20 jaar nog steeds. Turk en Team GG zeggen dus dat ze willen voorkomen dat minderjarige giften. Ze benoemen het in hun live en zij en hun moderators proberen dus te checken of iemand oud genoeg is. Ja, maar ja, kun je dat eigenlijk wel controleren? Nee, want je hoeft, nou ja, als iemand 18 plus in, uh, invult, dan mag je toch hopen dat iemand oprecht is. Maar mensen zijn niet oprecht. Mensen zijn kwallen. Mensen zijn galbakken. Beter. Ik check de live ja. en dan um, geef ik jou alle namen door. Als ik mijn telefoon kan vinden van de grote donateurs. Ja, dat is goed. Dan ga je kijken of je iets kan checken over de leeftijd. In hun bio, naam of profielfoto of zo. Ja. Deze persoon heeft een Fortnite-foto. En ik denk dat je meestal, als je ja, cartoons of foto's van Fortnite of zo. Als profiel hebt, dan ja, zou ik in zijn meestal doen? wel. Ja. Dat is een vooroordeel. Ik ben 32 of hmm, ben ik 32 als deze... Ik ben in de 30, ik kan gewoon een Fortnite-profielfoto hebben. En dan kan ik de creator even flink uh, een sodemieter geven. Van hé, hey, jij accepteert uh, van uh, kinderen toch? Kan ook allemaal een list zijn. Van mensen die een enorme hekel aan je hebben. Maar allemaal, uh, weet ik veel, Slenderman en Fortnite en Roblox profielfoto's. En dan doneren. Zodat het legaal gezien van de juiste persoon komt. Maar dan heb je imago schade aan je broek. Want je accepteert donaties van kinderen. Oeh, hé, hey, er zit nog een lek in het systeem. What the fuck? Oh, hij blokte hem al. Hij zegt hij is elf. Ik zie het al, oh, hij is elf. Oh ja, hij staat in zijn bio, staat dus elf. En hij had wel gegift, toch? Hij had wel gegift, ja. Oké, okay, we hebben nu echt. Wat is het? Vier uur aan lives gekeken? Ja, het is wel goed, toch? Het is echt wel goed, zo. Ja. Jullie hebben geen vier uur uh, naar lives gekeken, maar leuk voor het concept. Um, interessante vraag: Can you refund TikTok gifts? Remember that the coins and gifts you purchase are non-refundable. Kan je als creator een gift refunden? Dus iemand gift jou, weet ik veel, uh, zo'n raket. Weet ik veel hoeveel geld het is of muntjes. Is dat mogelijk om als creator um, die te refunden? Desnoods met een klein uh, tikkeltje, transactiekosten eraf ofzo. Als dat mogelijk is, dan maakt het voor de creator een stuk makkelijker. Alleen. Ja, ik ga er vanuit, kijk, want dit is een beetje het probleem. Als een joch aan jou doneert, en die doet het, nou even voor het gemak, ten waarde van 10 euro, dan gaat dus 70% van die 10 euro gaat dus naar TikTok toe. Dus de creator houdt maar 3 euro over. Vervolgens krijgt de creator een DM of een e-mail of wat dan ook van: hé, hey, mijn joch heeft 10 euro aan jou gedoneerd. Uh, mag ik die 10 euro terug? En de creator die geeft die 10 euro terug. Maar die heeft er eigenlijk maar 3 euro voor gekregen. Dus hij staat 7 euro in verlies. Dat is ook niet helemaal eerlijk. Het is ook een soort van loophole die je zou kunnen misbruiken. Met heel veel moeite kun je als creator dus een soort leeftijdsschatting doen. Maar echt zeker weten doe je niet. En de druk ligt ook heel erg hoog om het goed te doen, zeggen bettelaars tegen ons. Nou, maar waarom wordt het leeftijdsverificatiesysteem nooit benadrukt? Leg TikTok dan gewoon even over de knieën. Van hé, jullie systeem is gewoon foutief. Er wordt misbruik van gemaakt. Maar ja, zij hebben zichzelf legaal gewoon dichtgetimmerd. Tuurlijk wil TikTok er geen antwoord op geven, want er staat in de algemene voorwaarden. dat je van legale leeftijd moet zijn. om überhaupt die muntjes aan te schaffen. <tie> Zo'n kut discussie. Ja, want er worden een hoop beschuldigingen heen en weer gegooid in deze scene: dat mensen lekker geld verdienen van kinderen, dat ze hypocriet zijn. En dat ze zich opeens goed voordoen nu wij er als media aandacht aan besteden. Uh, hiervoor voordat jullie ermee bezig gingen, toen uh, deden ze dat niet. Toen uh, was het van gewoon lekker giften. En nu jullie hier mee bezig zijn geweest, hebben ze nu echt moderators die het uh, kinderen blokkeren uit de livestream. En nou. Ja, maar dat is ook weer een geval van van je fouten leren, je. Hè? En ook een beetje wat zeg maar, in eerste instantie niet opvalt, dan weet je ook niet dat er iets fout gaande is. Je ziet vaak als iets fout is, als het pas fout gaat. En dan moet je eigenlijk stappen ondernemen. En dat doen ze nu gelijk. Of tenminste, hopelijk deden ze dat gelijk. Maar zo wordt het wel naar voren gebracht. Naar achterkant. Dat was eerst niet. Dat was eerst nog niet. Wij doen het goed in de ranglijst. En dan ontstaat er ineens een filmpje waarin ik een 13-jarige zou hebben uitgelegd hoe die zou moeten giften. Nou ja, dat is... Lachwekkend, Belachelijk vind ik. Maar het gaat wel viraal en dat is echt verrot. Ja, want ik ja. zag dat screenshot ook voorbij komen. Hè, van: uh, Nou, ik kan toch je ouders. Uh, ja. De gegevens jatten van je ouders, zeg maar. Dus jij zegt dat is fake? Zeker fake. Oh, nu ben ik wel benieuwd naar de filmpje. <laughs> Sowieso, aanmoedigen om gewoon de gegevens, te jatten van je ouders. We, waar ben je met je botte mee bezig? Kom op, man. Op een of andere manier zou je kunnen zeggen: dat is stelen. Misbruik maken van je geloofwaardigheid, van, 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 je, van je bereik, van je, je influencerschap. Nee, vind ik, vind ik niet heel fijn. Mocht dat waar zijn geweest. Die we nog niet hebben gehoord in dit verhaal is TikTok zelf. Eigenlijk de enige die die minderjarigen kan beschermen. Maar contact met ze krijgen was. Echt moeilijk. We hebben gemaild, nog een keer gemaild, gebeld. Het bedrijf stond er inderdaad niet om te springen om ons te spreken. Laat staan dat ze een officiële reactie wilden geven. Ze verwijzen ons naar de regels waarin staat dat minderjarigen niet mogen giften. En dat als je, je als gebruiker gepusht of onveilig voelt. Of als je ziet dat minderjarige giften, dat je dat dan zelf moet rapporteren bij TikTok. En zij zeggen dat ze dan naar die melding gaan kijken. Ja, maar daar komt TikTok niet zomaar mee weg. Dat zegt een belangrijke Nederlandse organisatie die zich inzet voor jouw rechten. Maar wat, wat moet het platform nog meer doen? Wat moeten ze nog meer doen? Ze hebben zichzelf al wettelijk helemaal dichtgebouwd. Nu ben ik wel benieuwd wat die, wat die rechten gaan zeggen. Zij zeggen: TikTok is verantwoordelijk en moet jongeren beter beschermen. Hoe? We, we kunnen wel zeggen: van oké, okay, dat moet gebeuren. Maar hoe dan? Kom dan met een oplossing. Ja, bijvoorbeeld door bij elke gift die jij geeft te laten zien hoeveel euro die precies kost. Dat doe je al bij het aanschaffen van die gifts. Dan zie je, zeg maar, bij het aanschaffen van die gifts, zoveel muntjes staat gelijk aan zoveel euro. Nou, dan kan je zelf al een rekensom maken van één roos dat is uh, gedeeld door de muntjes die ik heb gekocht. Uh, de euro's, uh, uh, kom op man. De verantwoordelijkheid ligt bij TikTok. Ja, echt. Uh, ja. Doe daar een ID-controle op, net als bij je digid. Laat je ID scannen. En ik vind het. Ja, dat is privacy opgeven. Dat gaan ze niet doen. Of dat gaat de gebruiker niet doen. Of dat gaat het platform niet doen. Uh, gaat niet gebeuren. Zo zou je het. Lek, kunnen dichten, maar dat gaat niet gebeuren. Het niet eerlijk dat wij erop aangekeken worden. Geld inleggen onder je 18 op TikTok, dat gebeurt dus gewoon. Creators leggen die verantwoordelijkheid bij TikTok en TikTok legt die verantwoordelijkheid bij jullie. Volgens experts komt TikTok daar te makkelijk mee weg als winnaar. Ja, heb jij nou een goed idee voor het? Een... Ja, ze flikker toch op. Waarom wordt de ouder, de, de, de vader of moeder wordt op geen enkele manier hier benoemd? De, de vraag wordt totaal niet gesteld aan dat 12jarige kleuterkind. Hoe kom jij aan de gegevens van je ouders? Hoe kom jij aan 3000 euro? Waarom wordt die vraag niet gesteld? Dat is toch zoveel kwalijker? Je kan godverdomme een auto kopen van 3000 euro. Als hij onbeperkt... Op Tesla kan je ook echt zo makkelijk... Tesla.com kan je zo makkelijk een auto kopen. Ja, ik wil graag deze auto. Ja, door naar betaling. Uh, Creditcard card of ideal. Kijk, account geef persoonlijk. Ja, vul maar in. ABN AMRO. Ja yeah, hoor. Hoppa, plaats Boom. Als zij 3000 euro... Dit is even natuurlijk het, uh, uh, het bedrag van dat ene voorbeeld. Maar als jouw kind toegang heeft tot 3000 euro... En ze zien bijvoorbeeld een David Dobrik elke keer Tesla's weggeven aan zijn uh, beste vrienden... Denk zij ook... Ik ga ook een Tesla voor mijn beste vriend kopen. Boom! 70 ruggen van je bankrekening af. Maar nee. Stel maar lekker de creator verantwoordelijk. Stel maar lekker de platform verantwoordelijk. En het leeftijdsverificatiesysteem... Die krijg je van mijn cadeau. Maar oh Om de ouders te betrekken... Dat ze hun kind slecht aan het opvoeden zijn. Oh Dat is een no-go, blijkt maar weer. Als ik een kind had gehad... En die had 3000 euro van mijn rekening weten te troggelen. Oprotten. <laughs> Kom op, man. Kom op. Gedraag je. Ik word hier zo moedeloos van, hè. Zo moedeloos. Oké, okay, conclusie. Uh, ouders, let op je kind. Let op je eigen geld. Let op je bankrekeninggegevens. Creators, wat de fuck doen jullie op TikTok? 70% van jouw. Verdiensten gaan gewoon weg. Vind ik vreemd. Het concept van dat donaties onderdeel zijn van je content. Ronduit belachelijk. Stopt ermee. En journalisten. Doe alsjeblieft verbeter beter je best. Want er zijn meerdere kanten aan het verhaal. En je hebt er nu pas twee gehad. De creator en TikTok zelf. Maar snoep ook even lekker bij, uh, bij die ouders. Van wat die even aan het doen zijn. Goed. Uh, thanks voor het kijken. Ik verwacht dat we over drie jaar weer een donatiediscussie hebben. Ik zie je dan.